Dark Squad! Oké, gaan we meteen erin? Yep, we gaan meteen erin. Oef, mooie wavelength back air. Oh, maar dat was niet goed. Nee. Oh. Ja, The taunt to get it body, true combo. Hey, je gaat het. Oh. We hebben een eeuwenoude regel weer zien werken. Yo, wie werkt de dingen bij? Als je het doet, Wie werkt de dingen bij? Ik weet niet. Nee, wacht even, hij meegaat. Anyway. Ja, maar we hebben een oude regel weer zien werken. De oude tante vroeg en je wordt gebodied. Want eentje ging, even kijken, de vroegtante. Uh-huh. Hij zat daar. Ja. We gingen voor de der, maar fast forwardde hij die der. Oh, en ging hij meteen langs de Elijah Max. Ik miste de Jack was aan het praten, zeg maar. Oké, nice, nu wel, nu echt nog wel. Jaap is... Dark is Link. Oké, wel Link. Okay. Ah. Ik weet niet tegen wie die strijdt. Volgens mij tegen Jaap. Oké. Mooi. Uptilt. Back air. Miss grabs with Captain Falcon. Mooi. Oh, ja. Oh, is... Oh, nice. Oh. No high. Grabs. Falcon is dead. Captain moet meer. What? No. Oh, dat was een. Dat was een friendly on time. Lol. Maakt niet uit. I got hyped for nothing. Ook dat komt op stream. Want de mensen hebben een Jeffy Cat moment. Nice man, fucked up. Eentje. Wat is dit? Oké, nieuw. Wat is dit? Is Dabbles nog steeds bezig? Is Dabbles nog steeds bezig? Heeft iemand. Hey, Luke, is wat is dit? Wat is dit? Die loser semis waren dan niet loser semis, maar loser squad. Dus loser semis is altijd. Er is altijd één loser semis. Ja, maar was loser semis dan net? Oh, Luke. Ik werk die shit uit. Drukte hier in het land. Anyway. Kijk hoe Jan dit keer gaat aanpakken. En ik ben benieuwd naar. In ieder geval terug naar het spel met York Squad tegen Team Nijmegen. Eentje en Jules tegen G en Jules. Om York. Om met die robot. En York is dood. Rip York Squad. Die best voor York Squad. Oké. En mooi nice. Hey. Het is Jaap in de game. Geen goed idee uit. Ik wacht van York nog een paar stappen. Oh? Ja, wil jij komt tegen en ik aan? Oké, sure. Wat chat nog aan? Of wil je even? Oké. Ludo in het huis. Oké, let's go. Commentary. Anyway. Dark Squad versus Nijmegen 0-0. Het is Jill die lekker bezig is. En Jan die wordt ingemaakt door Jill. Oké. En Jark is het beste. Hoe gaat het met Jaap? Ja, Jaap is lekker bezig. Oké. Met een paar kills, volgens mij. Jark met Wario. Op zich. Jark met de Wario, ja. Op zich wel, qua composition vind ik het al twee een beetje redelijk gelijk teams. Een beetje hetzelfde idee, zeg maar. Ja, alleen Jules is een beetje top van de dag. Ja, ik zag meer inderdaad ook op het Ralph, dat zag goed uit. Ja. Maar Jark die kan soms ook best goed spelen, en soms kan hij best slecht spelen. Ik zag het iedereen, denk ik. Ja, zeker. Ik zag het net tegen Ace, dat is volgens mij. Het is wel een stuk voor hier. Is het singles trouwens ook voor real? Hiervoor? Ja. Maar dat is ook een type. Oké, de waft is charged up. Zou een kill kunnen zijn of Captain Falcon? Eigenlijk moet Zelda hem gewoon even vastpakken, weet je wel. Gewoon Rob off stage slaan en dan pakken. Oh, dat is ook goed. Oh, lekker, ja, die is weg.
Okay, Zelda Last Song. Dit ziet eruit alsof het wel Salvage Blue is. Damn. Dat killt me ook niet. Oh my god, ja, heel slim. Raining Man. Heel slim. Full awareness for problem. Oké. Okay. Dat is een kill, guys. Strijden om een laatste leven te zien. En het staat, niet gelijk. nee, dit is heel moeilijk voor Team Red. Ja. Want Zelda, die eigenlijk wordt Zelda lang overleven. Ja, en zat nu met grab en shit. Dat is ik denk niet dat Yard Zelda alleen moet laten op Captain Falcon. Steam grabs. Ik weet niet eigenlijk. Ja, het is dat. Volgens mij is het een goede play. Ja, maar denk ik van met Jordan. Oké, goede Yard action. Ja, solid. Nu Edgehog hier. Ja, oké, nee, dat was ook goed. Alleen misschien meer punishable. Nee. Valt bijna in Oblivion. Jark kan dit gewoon. Jark kan het wel. Jark kan Jark speelt best oké nu, vind ik hoor. Hij speelt best goed. Ja, maar het is de naam Era. En Wario is een goede voor een 2v1. Hij heeft die air mobility. Hij heeft redelijk safe moves. Mm-hmm. Goed, het is wel overmacht zo, hè. Ja. Het speelt er team doen. 1-0 voor Nijmegen. Een gekheid. Ik vind de layout echt keiziek. Echt keiziek. Ja, echt heel... Ja, sowieso. Shout-out naar Murp, man. Supergoeie layout van Murp. Wie heeft hem gedaan? Murp. Oh, oké. Okay. Onze eigen huis Nesmain. Ja, mooie kleurovergang. Super, super easy on the eyes, man. Geweldig. Ja, heel erg. Heel vriendelijk ook. Heel erg. Nou, ja, echt vet. Ja, het wordt steeds allemaal officiëler en mooier, man. Hier zijn er van. Ja, man. De nieuwe bar erbij. We zijn zo legit, hè. Ja. We zijn zo legit hier. Mm-hmm. Alleen nog 2k viewers nog, zal wel fijn zijn. Ja. Volgens mij 2k viewers, dat krijg je echt. Volgens mij bij, als je Paragon doet of zo, of eet, dan heb je 2000 viewers volgens mij. Ja, dan moet je goed, Maar dat groeit wel hoor, ja. Als mensen binnen Hitbox gaan en zo. Heb je ook kans op zeker. Alleen met Twitch pak je denk ik meer mensen dan met Hitbox of niet. Ja, ja, maar ja, daar is niks aan te doen. Hè. Ja. Anyway, Jax switch naar Sheik. Goed, goede keuze. Ik vind ja, zijn Wario ging best oké, maar goed. Ja, ja, nu is hetzelfde bij de afmaak lekker wachten. Ik vind Sheik is natuurlijk wel goed tegen Captain Falcon, tegen Rob. Ook wel oké, die teams, want dan is het wel lastig met de projectiles. Kan wel lekker fair, weet je wel. Rob gaat wel easy hoog dood, want ze bloot is. Ja, deze map heeft een best wel laag. De ceilings laag zijn best hoog. Maar gewoon omdat Rob dood is, gaat hij sneller dood op boven. Dus dat is voor Sheik oké. Zelda, probeer te helpen hier. Je moet die awareness even hebben, man. Als je teammate het probleem is, je moet eigenlijk gewoon tegen elkaar zeggen: gewoon help. Als je dat niet wilt doen, want je enemies er niet dat mond op heeft, zeg maar, dan moet je wel die awareness hebben. Daarom wil ik gewoon naar Ska zit natuurlijk, maar het is wel waar. Wat wel het mooie van Zelda is, is dat als je, stel teammate is een probleem en je bent een beetje aan het knokken zeg maar, in de one of zo, dan kan je in principe gewoon wegteleporten. Goeie Edgehog uit trouwens, Tenzu. Dan kan je gewoon wegteleporten naar je homie toe. Ja, true. Dat ziet nog spet ook uit. Ja, dat is het niet waar je doet. Oh, combo van Zelda. Geen sweet spot op mijn combo. Ik vond Oh, dat is een kill! Oké. Help Sheik. Dat is heel moeilijk. Hij is heel moeilijk. Rob had randje al. Invincibility en zo. Vorige match was meer fire, man. Dus meer fire voor blue team. Dit keer vind ik red team. Dus absoluut, dit is gewoon 1 voor 1 niet te hoeken. Ik denk dat die snelheid van Sheik hem toch doet in deze match. Ja. En tja. Ja, Sheik was gespeeld tegen Rob? Tegen Rob? Heel vaak. Wat vind je ervan? Ik vind Jewel bij mij bij Spitz altijd. Zoals vanavond denk ik weer, volgens mij. Wat vind jij ervan? Dan zit ik de volgende nog tegen mij. Bij als Sheik zijn er? Ja. Ja, dat is wel redelijk tegen top. Hij is gewoon lekker grabbable. Ja. Dat is waar. Je moet gewoon een beetje bij blijven. Ja, springt nog wel veel die wel.
Jij moet echt goed houden. Kijk nu, dat was echt goed. Ze zaten met z'n tweeën tussen red team en een balletje in. Ze waren helemaal sandwiched. Waar ga je dan heen? Standing positions. Oh, oh, bijna een hele goede edge card van Jarko Green. Maar net niet. Eentje van terug. Juist, Jarko. Robs, zie je hem ook dood? Oké, gekke edge guard van de Janet Ju. De no edge guard. Damn. Oh, goed hoor. Oh! Wordt gered in de goal! Damn, combo. Oh, backhearts a friend into a grab. En dan maken ze dat nog af. Super mooi. Ja, ik zie Jack liever met een sheet gaan ook wel. Vind ik wel fijn dit. Ah, ging goed. En je zou denken, deze stage, Delfino's, op zich lekker voor renruimte voor Captain Falcon en voor Rob de overlevingspower. Yes. Dus daar lag het niet heel erg aan, dat idee. Nee, maar je zag dat... Ze waren gewoon best aan point. In principe was Jaapie speelde wat minder deze ronde. Mm-hmm. Is de captain. Maar ja. Nu is het for real, want dit is round 2. Dus nu 1-1, Lucky. Oké, final test. Ja. Oh, wat? What the fuck? Nee, oh, hij is suicide super hard. It's cracking, man. Jammer. Oh, dat is... ja, dat kan er wel worden, man. For real. Zo vroeg, 0 damage, slecht man. Een yard hier. Ja, oké, okay. Maar hè? Het is even. Het is, nou precies, het is weer even. Siepen. Ja, hij shit kan, happens. Hij kan net zo goed overleven in 170. Ja. Is gewoon een beetje voorzichtig spaced. Oh, bijna een aftertap kill daar op zelf. Wauw, dat was snel. Ja. Een stuk sneller, ja. Ja, die moet even rondvliegen de hele tijd. Ja. Maar iedereen zit dicht op elkaar. Ja, Zelda, als die... Oh, wat goed van Janet Ju. Ai. Oh, wat solid, man. Als die Zelda die Captain Falcon vast heeft op de final test, dan kan die nergens naartoe. Kijk, wat Jewel nu doet. Oké. Dus dat is geen goede keuze. Kijk, kom, kijk, check die Zelda nu eventjes gewoon. Als ze één keer Captain Falcon vangt in de up smash, dan kan er gewoon meteen vier keer up smash doen. Zo, een soort chain grab. Super goed. Klopt, maar je ziet ook weinig nagedachte combo's eigenlijk. Het is vooral deze match echt een beetje het heen en weer gewoon staan shit. In plaats van grabs en zo, weet je. Weinig grabs, man. Voor real, kijk maar. Oh, goed. Dat gebruik ik update. Het killt niet. Het staat enigszins gelijk weer. Voordeel red team hier. Oké. Okay. Jew speelt on point, man. Heel goed. Oké, okay, goede recovery. Tricky voor Captain daar. Oké. Okay. Het begint nu een beetje 1 versus 1 te worden. Oké, okay, nu komen ze weer bij elkaar. Geen gekheid. Erg bij elkaar. Ze krijgen die Zelda niet dood, hè? En dat is eigenlijk precies wat je moet doen als Zelda. Ja, gewoon niet doodgaan. Gewoon niet doodgaan. Want je kan de Zelda zo goed supporten. Als je, zolang je niet doodgaat, heb je het voordeel. Oh! Dat is een strike. Nice. En daar nice wil Jewel altijd hebben. Maar oh, het kostte al zijn fuel. En hij kreeg net een tikje waardoor hij net niet de ledge kon pakken. Oh, hij had nog kunnen back air, maar hij had het volgens mij niet op tijd door. Oh. Is dat. Nee, Jar komt terug. Dit is gevaarlijk. Mm. Huh? Oké, dit is hetzelfde. Ja, het is beter even eerst. Weet niet. Ja, te kunnen doden. Solid. Oh, oké. Okay. Opeens draait het helemaal om. Damn. Twee nagenoeg suicides het, van Rob. Is het Jark's moment om te schijnen? Jark kan het hier afmaken. Dat zou heel dope zijn. We zouden toch echt beginnen met de Captain Falcon. Ja. Zeker. Die hoeft maar één knietje vissen en dan ben je daar. Ja, precies. Die Captain Falcon die punished veel harder dan Rob. Oh, dat is hem! Juist, oh, juist. No tech had wrecked. En dat was hem. Oh, okay, hij scoopte van de grond af. En nu is het 1-1, gaat Jarko doen. Uit de percentage lead. Oh! Oh, dat, hij heeft geen fuel meer. Oh shit. De grab is hier. Het is doable. Oh, 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 boost combos. Boost combos voor extra damage. Oh, hij pakt het zo helemaal terug. Hij pakt het helemaal terug als edge guard. Oh, wow. On the turnaround, jongen. Close. Is het 2 uit 3? Ja, dat was hem.